Het asfalteringsproject aan de Koezewijnenstraat, dicht bij de Jagannath Lajmanstraat, moet volgens planning op 1 april afgerond zijn. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer bij het ministerie van Openbare Werken. Beide rijbanen van de Koezewijnenstraat tussen de Lajmanstraat en de Surinamestraat worden hersteld. Het wegdek vertoonde namelijk grote verzakkingen en moest dringend worden aangepakt. Het verkeer wordt omgeleid via de Koezewijnenstraat. De werkzaamheden zijn al 2 weken in volle gang en verlopen vlot, zegt Wip. Het kruispunt Koezewijnenstraat, Lajmanstraat is afgesloten tot aan de Koezewijnenstraat. Dat is een omleiding, maar om de mensen wat tegemoet te komen, om de Koezewijnenstraat op een makkelijkere manier te bereiken, hebben wij toch gemeend om tijdelijk hier die doorbraak open te gooien, beperkt. Om het verkeer dan de gelegenheid te geven om via hier toch nog de Koezewijnenstraat te bereiken. De weggebruikers moeten de aanwijzingen strikt opvolgen. Wat betreft de doorbraak op de hoek van de Lajmanstraat en de Zonnebloemstraat. Die doorbraak is namelijk beperkt opengesteld, geeft Wip aan. En dat betekent dat het verkeer komende vanuit de Zonnebloemstraat, die mag dan de oversteek maken naar de Koezewijnenstraat. En het verkeer komende uit de westelijke richting van de Lajmanstraat, dus vanuit de richting van de rotonde, mag ook die rechtsafbeweging maken naar de Koezewijnenstraat toe. Het verkeer dat komt uit de Koezewijnenstraat mag absoluut niet de oversteek maken. We hebben de verkeersborden geplaatst dat men verplicht is om naar links te gaan. We zien wel dat de mensen het bord negeren en gewoon die oversteek maken. Dat is jammer, omdat wij toch proberen de gemeenschap tegemoet te komen, maar men verpest het ook alweer. Als we kijken naar het verkeer dat komt vanuit de richting van het verkeerslicht, en het verkeer mag ook niet rechtsaf naar de Zonnebloemstraat toe. Dus het is alleen maar opengesteld, verkeer komende vanuit de Zonnebloemstraat naar de Koezewijnenstraat, en verkeer vanuit de westelijke richting van de Lajmanstraat, richting Rotonde, mag dan rechtsaf richting de Koezewijnenstraat toe. Aldus Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Hij sprak over het asfalteringsproject in de Koezewijnenstraat, dicht bij de Jagannath Lajmanstraat.